gaan beginnen. Welkom allemaal bij deze avond over horror. Ik moet zeggen dat ik er zelf wel een beetje tegenop zag. Misschien ook wel nog steeds er tegenop zie. U misschien helemaal niet. U vindt dat misschien heerlijk van die gruwelijke beelden. Maar zelf heb ik nogal moeite gehad met het selecteren van een voorfilmpje. We krijgen zo'n voorfilmpje ook. Want ik wilde het eigenlijk allemaal niet zien. Maar goed, volgens mij heb ik uiteindelijk toch nog een leuke uit kunnen kiezen. Ik hoop dat u er in ieder geval heel erg veel genot aan beleeft. Mijn naam is Lisa Doeland. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En ik ben heel blij dat Dimitri Goossens hier vanavond is. Filosoof, historicus. Hij is als docent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. En doet promotieonderzoek naar horror, toch ook wel het sacrale, transgressie. En zal vanavond hier diep de horror induiken. Daarna in het gesprek met Maite Tjonnahi, ook filosoof, wordt ook dieper ingegaan op niet alleen de horror, maar ook de terror. En daar weten wij, daar worden we nogal mee geconfronteerd ook weer de laatste tijd. De terreur is alom. Dus we gaan ook een beetje de actualiteit in en van daaruit met de horror aan de slag. Maar dus eerst, voordat ik Dimitri Goossens het woord geef, een voorfilm van een minuutje of 10. Monster, toepasselijke titel. Een korte film uit 2005 van de Britse filmmaakster Jennifer Kent. Ik wens u heel erg veel plezier vanavond. That is enough. I threw it in there.
just a doll. No, it isn't. It's real. That's it. I'm throwing out. He says he's gonna eat me up. Stop it! Do you want to sleep in my bed tonight? Half and I'll blow your house down, said the wolf. Poof! The house of straw blew away, and there was the first little pig, shaking in his boots. Go on, Mum. It's all right, sweetheart. It's all right. Mommy. Without my permission, I'll kill you. Do you understand?
Goedenavond. Voelt u zich veilig? In hoeverre mate kent u de persoon die naast u zit? Het zou een vriendelijke bezoeker kunnen zijn. Of niet. U denkt aula, presentatie, pointer. Alles klaar voor een academische setting, nietwaar? Maar wie zegt dat ik vandaag niet beslist heb om een soort carrière-switch te doen? En dat die rugzak daar niet zo heel onschuldig is. Er waren geen veiligheidsagenten die mij gecontroleerd hebben aan de ingang. Ik ben hier met een busje met twee verdachte sujetten naartoe gereden. Dus wie weet, drie Vlamingen in Nijmegen met een verdachte rugzak. Daarover gaat precies horror. Het gaat hem over de verwonding. Een verwonding die eigen is, zou ik zeggen, aan de filosofie, aan de verwondering. Maar de hooggeëerde filosofen uit het academisch milieu willen meestal geen aandacht besteden aan zoiets laag bij de grond als horror. Zij vertoeven in metafysische kringen en voeren daar discussies over het zijn. Nochtans zijn horror en pornografie de meest verhuurde, meest bekeken filmgenres aller tijden. Dus misschien is er toch iets dat oplicht als we in die duistere spiegel van horror kijken, gebiologeerd zoals een soort narcissus. Maar misschien is die duistere spiegel een ontberging en bedekken tegelijk. Maar daarvoor, om dat te weten te komen, moeten we in die duistere spiegel kijken, nietwaar? Dus we zien wel. Nu, laat ons dus beginnen met die spiegel. De muis werkt heel goed, te goed. See the mirror hanging there? Face of silver, frame of black. Oculus of glass, I stare. I can feel you staring back. Horror, daar kleeft doodsbesef aan. Doodsbesef dat ik hier even voor het gemak onze grafgrond zal noemen. Dus ik wil u even een uurtje boven uw grafgrond houden. Als een soort duistere spiegel waarin we willen kijken, maar ook niet willen kijken. Dat doodsbesef is natuurlijk iets uitgesproken menselijk. Het is een zegen en een vloek. Wij zijn als levende soort ons uitermate bewust van onze vergankelijkheid. Dieren weten dat ze zullen sterven op het moment dat het daar is. Wij zijn de enige soort die bij volle bewustzijn en gezondheid weten dat het vroeg of laat allemaal te vergeefs is. De helaasheid der dingen. En dat doodsbesef maakt ons fundamenteel menselijk, maar is een zegen en een vloek tegelijk. Wat bedoel ik daarmee? Het is een zegen omdat het ons een soort intensiteit geeft van leven. Wij weten dat het beperkt is in tijd. Carpe diem, nietwaar? Maar tegelijkertijd is het een vloek, want laat ons eerlijk zijn, het is niet bepaald een opbeurende gedachte dat het op eender welk moment onverwachts door toedoen van uw buurman in de zaal of door een auto straks onderweg naar huis of weet ik veel, plots gedaan kan zijn. Het is een vloek om elke dag wakker te worden met het idee dat wat we ook doen, carrière, huisje, tuintje, boompje, vroeg of laat, alles wel eens tot zijn eind komt. En we weten echt niet wanneer. Die onzekerheid knaagt aan ons. Dat geeft ons een zekere thuisloosheid. Een zekere thuisloosheid in de wereld, wat onze existentiële spanningsboog is, onze existentiële situatie. Het is eigenlijk de kloof tussen het feit dat we weten dat we enigszins rondlopende, zwetende lichamen zijn die noodzakelijk elke dag een drol moeten produceren. Of we dat nu leuk vinden of niet, dat is ons animale kant van ons bestaan. Langs de andere kant hebben wij ook een verhoogd zelfbewustzijn dat ons net confronteert met die animaliteit. We zouden ze misschien liever kwijtraken. En helemaal zelfbewustzijn, de godspositie. Dat doodsbesef wordt onderzocht door de sociale psychologie
En op dat vlak is er de laatste jaren heel interessant onderzoek gebeurd. Dit boek kan ik u allemaal aanraden. Het is van een drietal sociale psychologen. Sheldon Solomon, Jeff Greenberg en Tom Pyszynski. Het boek is getiteld The Worm at the Core. On the Role of Death in Life. En hun onderzoek is eigenlijk een verderzetting van het werk van de antropoloog Ernest Becker, die vooral in de jaren 70 actief was. Zijn Pulitzer Prize-winnend boek Denial of Death ligt aan de basis van alles. Eigenlijk hebben de drie sociaalpsychologen in kwestie de inzichten van Ernest Becker aan experimenteel onderzoek willen toetsen. En ze hebben dat gedurende 15 jaar gedaan. Dus dat maakt dat wat ze neerschrijven ergens wel een zekere wetenschappelijke grond gevonden heeft in dat onderzoek. Een ander boek van Ernest Becker gaat eigenlijk over het kwaad en hoe ons doodsbesef er eigenlijk voor zorgt dat wij onbedoeld zorgen dat er heel vaak kwaad in de wereld komt. Omwille van hoe we reageren op dat doodsbesef, omwille van hoe we dat doodsbesef proberen te verdringen, creëren we heel veel kwaad. Een mooi citaat van Ernest Becker. Societies are standardized systems of death denial. The idea of death, the fear of it, haunts the human animal like nothing else. It is a mainspring of human activity, designed largely to avoid the fatality of death, to overcome it by denying in some way that it is the final destiny of man. Dus wat je vindt in het onderzoek van Ernest Becker en van die sociaalpsychologen, is het idee dat we om die dood te ontlopen, om dat doodsbesef, want de dood kunnen we niet ontlopen, maar om dat doodsbesef te ontlopen, heel veel cultuur produceren, heel veel symboliek produceren. Er is zelfs een hele Ernest Becker Foundation die het werk van deze man verder zet. En basisuitgangspunt is dus het doodsbesef als een kern of motor van de productie van cultuur. In die zin functioneert cultuur als een soort scherm. Een scherm dat moet helpen bij het verdringen van dat doodsbesef. Ik ga gewoon vanuit die theorie vertrekken en kom erop wat dat dan met horror misschien te maken heeft. Ons gevoel van een thuis te creëren, beschaving, cultuur waarin we ons thuis voelen, is eigenlijk een soort houvast in die thuisloosheid van het zijn die met die existentiële spanningsboog te maken heeft. Maar wat gebeurt er als het culturele scherm van onze symbolen, van onze cultuur, scheurt? Dan komt natuurlijk dat doodsbesef dat we proberen in het dagelijks leven te ontlopen terug. Wat als we ontdekken dat we niet elke dag onze eigen persoonlijke god zijn, maar dat we goden met anussen zijn, om Ernest Becker te citeren. Wat gebeurt er dan? Wel, cruciaal is wat gebeurt er als we cultureel geconfronteerd worden met het feit dat heel veel mensen rondlopen met een soort laag zelfbeeld. Een laag zelfbeeld dat, denk ik, in onze postmoderne maatschappij, waarin iedereen gefaald is als je niet twee auto's op de oprijlaan heeft staan, drie carrières combineert en zo. Dat natuurlijk bij heel veel mensen frustraties kweekt en dus ook een gevoel van ik heb gefaald. Dus het laag zelfbeeld. Ik denk dat het met de consumptiemaatschappij zo gratis te koop is in de winkel. Wat gebeurt er dan? Wel, bij dat laag zelfbeeld, als dan het culturele scherm scheurt, stellen dus die 15 jaar onderzoek van die sociaalpsychologen vast dat we dan heel conservatief gaan reageren. Heel conservatief gaan willen vasthouden aan onze waarden en normen. Maar, en dat is misschien nog wel erger, dat we heel agressief gaan uithalen naar anderen. Want als wij willen vasthouden aan onze waarden en normen om dat doodsbesef te verdringen en we worden geconfronteerd met anderen die heel andere geloofssystemen hebben, die heel andere waarden en normen hebben, ja, als zij gelijk hebben, dan zijn wij fout. En dan heeft ons scherm gefaald. Dus gaan we proberen aan te tonen dat ons scherm juist is, door wat te doen? Door te zeggen dat ze zich maar moeten integreren. Want dan hebben we bewezen dat ons cultureel scherm eigenlijk meest valabel is. En als ze dat niet willen, nou, dan gaan we ze maar proberen koloniseren. Of we gaan ze, als dat niet lukt, dan maar uitroeien. Ja? En dan hebben we definitief bewezen dat ons cultureel waardepatroon dominant is en juist is. Voelen we ons weer thuis. Nu, wat heeft dat allemaal met horror te maken? Wel,
Als we dat willen weten, als we willen weten hoe die theorie van die sociaalpsychologen refereert aan horror, dan denk ik dat we eerst in die spiegel moeten kijken. Dus op de link tussen die doodstheorie van de sociaalpsychologen en horror, daar kom ik op terug als we eerst dieper in de spiegel hebben gekeken. Wie monsters bevecht, moet ervoor waken, aldoende niet zelf een monster te worden. En als men lang genoeg in de afgrond staart, staart de afgrond terug. Een bekend citaat van Friedrich Nietzsche. Dus wat gaapt er in ons doodsbesef, in die grafgrond? Dat is de afgrond. De afgrond als een soort niets, als een plaats van instorting. Dat is eigenlijk wat er onder ons doodsbesef steekt. En horror en de afgrond, in mijn ogen gaat het daar om een soort ambiguë danse macabre, zou je kunnen zeggen, op het randje van de afgrond. Monsters, dat is een van de dingen die we zien als we in de spiegel van horror kijken. Dus laat me even ingaan op het fenomeen van monsters. Ik kwam er net al voorbij in het filmpje. Monsters zijn wezenlijk abnormaal. Ja? In horror zijn ze dat. Want je hebt monsters ook in sprookjes. Kom ik daar zo dadelijk op terug. Een monster in horror, wil het een monster in horror zijn, moet het abnormaal zijn. Het moet een verstoring zijn van de natuurlijke orde der dingen. Dat wil zeggen, het moet botsen met hoe wij in ons hoofd de werkelijkheid ervaren. Met andere woorden, een monster in horror is een buitengewoon personage in een soort van gewone wereld. Heel anders werkt het met... En dit zijn de klassieke monsters trouwens in horror. Dit is de vampier, de zombie, dat is het Frankenstein-monster. Een buitengewoon personage in een gewone wereld. Heel anders werkt het bij sprookjes. Ja. In sprookjes is het monster alledaags. Ik neem nu een voorbeeld dat niet uit de sprookjes komt, maar dat gaat over hetzelfde eigenlijk. Chewbacca in Star Wars. Ja? Dat is een soort harige aap die er zeer vervaarlijk uitziet, maar een heel sympathieke kerel. Je kan er zo een pint mee gaan drinken. Ja? En aan zijn spraak te horen, heeft hij dat al ook een hele avond gedaan. Ja? Chewbacca. Dit is niet onnatuurlijk in die wereld. Je ziet Han Solo niet achter een hoek wegduiken voor die vriend van hem. Het zijn gewone figuren. Het zijn tenminste in die wereld gewone, normale dingen. Geen verstoringen van de natuurlijke orde. Het is eigenlijk een gewoon personage in een wereld die wat raar is. Ja? Het sprookje is natuurlijk een soort fantasiewereld. Of het science fiction verhaal is hetzelfde. Dat is denk ik een belangrijk contrast om een horrormonster te kunnen hebben. Willen we een horrormonster hebben, dan is ook natuurlijk een zekere angst nodig. Want laat ons eerlijk zijn, een monster in horror waarvoor geen angst bestaat, dat zou nogal een triestig monster zijn. Iedereen kent dit. Iedereen zit natuurlijk nu aan een haai te denken. Het sublieme is natuurlijk dat Spielberg die haai eigenlijk pas in beeld brengt helemaal op het einde van de film. Dat had gewoon budgettaire redenen. Hij had gewoon een heel klein budget en dat ding vroeger in beeld brengen was veel te duur. Dus hij moest een oplossing zoeken. En hij kiest voor die psychologische terreur van dat muziekje. En elke keer in die film, als dat muziekje komt, weet je van... Shit. Ja? Dus, en ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik heb... jarenlang
gewoon zelfs in een zwembad schrik gehad. Ja? Ook al weet je rationeel, hier is geen haai, toch. Hè? Een monster in horror moet niet alleen angst opwekken, het moet ook afkeer opwekken. En hier, dit is wat meer tricky natuurlijk. Want hoe ga je afkeer opwekken met een monster? Wel, er is een heel interessante dame die daar het een en ander over geschreven heeft. Julia Kristeva heeft een boekje geschreven, Pouvoir de l'horreur, over het abject. En misschien moet ik dat concept even wat toelichten. Want wat is precies het abject? Wel, als iets abject is, wekt het sowieso afkeer op. Het abject is eigenlijk iets dat onbeschrijfbaar is, onvatbaar en dus onzuiver. We kunnen het letterlijk niet plaatsen. En hier komt weer dat gevoel van thuisloosheid op de proppen. We kunnen het niet thuisbrengen omdat we het niet kunnen beschrijven en niet kunnen vatten en dus als onzuiver ervaren. Het is een schending van de culturele categorieën die wij in ons hoofd hanteren. Zo formuleert Mary Douglas, een vooraanstaande antropoloog uit de jaren 50, het. En in werken over horror wordt nog altijd gerefereerd naar het boek van Mary Douglas over pollution en taboe. Een schending van culturele categorieën. Dat gaat u zo dadelijk nog duidelijker worden als ik concreet ga op de typologie van een monster ingaan. En dus is het transgressief. Die haai blijft achtervolgen. Transgressief. Ja, durf niet. Het is transgressief. Waarom? Omdat het niet op zijn plaats blijft, natuurlijk. Als het culturele categorieën schendt, dan wil dat zeggen dat het over de grenzen van onze culturele categorieën heen gaat. En dat we het dus niet kunnen plaatsen. Het abject, typisch daarvan, is... Het is geen... Kristeva noemt het perfecte voorbeeld van het abject een kadaver. Het is geen persoon meer, het is geen subject, maar het is ook niet een gewoon object zoals dit horloge dat hier ligt, om mij erop te wijzen dat ik het niet te lang mag maken. Ja? Dus het is geen object, het is geen subject. Het valt letterlijk ertussen. En dus walgen wij ervan. Dus dit leert ons iets heel belangrijks over hoe wij in onze cultuur staan. Als het niet duidelijk in ons cultureel vakje past, dan deinzen we ervoor terug. En dus is het dan ook transgressief. Het blijft niet waar het hoort te zijn, volgens onze ideeën. Het is dus abject als het een categorisch tussen is. Schitterende voorbeelden zijn de monsters uit de schilderijen van Jeroen Bos. Ja, dit zijn geen vogels, dit zijn geen vissen, dit zijn visvogels. En dan begint walging bij ons. Ja. Het moet duidelijk zijn of we gaan walgen. Fusiewezens dus, categorische tussenwezens. Dit is nog zo'n voorbeeld van een fusiewezen. De cyborg. Geen machine, geen mens, maar een mens-machine. Het zijn allemaal zaken die bij ons afkeer triggeren. Laat me u even vergasten. Ik hoop dat u goed gegeten hebt. Ik hoop ook dat het al wat gezakt is. Dit is een scène die ik zo dadelijk wat meer zal toelichten over waar de horror precies zit in dit geheel. Dit is een scène uit Poltergeist, de tweede Poltergeist. Waarin zit de walging en de horror van deze scène? Er valt heel veel over te zeggen. Om te beginnen heb je hier een soort
bevalling. Wat al een eerste schending van culturele categorieën is, is het is niet de vrouw die hier bevalt, het is de man. Dat zet ons al op het verkeerde been. En het is letterlijk een bevalling van iets wat op zo'n soort babyachtig wezen lijkt. Maar er is nog een schending van culturele categorieën, want de mond ervaren wij als iets waar we dingen in stoppen. Niet iets als iets waar dingen op die manier uitkomen. Ja? Ook op dat vlak is het weer abject. En dan nog is het de slaapkamer. De slaapkamer associëren wij allemaal met een veilige zone. Ik weet niet hoe spannend uw seksleven is, maar over het algemeen is de slaapkamer een veilige zone. Ja? Hier wordt dat natuurlijk ook weer op het verkeerde been gezet. Plus, we hebben ook het fenomeen dat het wezen een soort categorisch tussenwezen is. Het heeft zo van die inktvisachtige poten, maar het heeft duidelijk de structuur van een menselijk lichaam. En we zitten dus hier in de categorische tussenwezens van de fusie, zoals bij Bos. Dat zijn allemaal elementen die deze scène echt wel degoutant maken. Ja? Maar er zijn nog andere soorten monsters, zoals daar zijn het monster dat een categorische contradictie is. Ook een fusie, maar een contradictie. Het is een fusie bijvoorbeeld, zoals het Frankenstein-monster, dat hier het klassieke voorbeeld van is, tussen leven en dood. Het is eigenlijk een soort hompel dode materie die terug tot leven gebracht wordt. Ja, excuseer voor het effect, ik kon het niet laten. Een ander voorbeeld van een categorische contradictie. Dit is uit de film Vampires van John Carpenter. De vampier is natuurlijk ook de categorische contradictie, waarbij er de fusies van de contradicties leven en dood. Nog een voorbeeld. De zombie, The Walking Dead, ook de categorische contradictie tussen leven en dood in één personage. Nog een ander type monster dat we ook even abject ervaren, is het splijtingswezen. En het klassieke voorbeeld hier is Jekyll en Hyde. Waarom is dit een splijtingswezen? Omdat het natuurlijk een wezen is dat oftewel Jekyll is, oftewel Hyde, maar nooit tegelijk. Terwijl de vampier en de zombie tegelijk levend en dood zijn. Dus een splijtingswezen. Instabiliteit van vorm, met andere woorden, maakt ons ook aan het walgen. Hè? Brengt ons ook aan het walgen. Dus die instabiliteit van vorm, het niet consistent zijn van een personage of van een wezen. Een ander voorbeeld van een splijtingswezen.
de weerwolf. Mens of wolf, maar nooit tegelijk. Dit is een voorbeeld uit de Underworld films. Wat werkt nog om die abjectie op te werken? Om het gevoel van het abject op te werpen? Een uitvergroting van het monster. Niet gewoon een gorilla, maar een huizenhoge gorilla, zoals King Kong. En deze heb ik er speciaal voor sommige dames in gestopt. En natuurlijk, ook dit geeft me de gelegenheid om te stellen van, je hebt ook in horror natuurlijk twee elementen. Oftewel heb je de surprise en dat is de jumpscare. Zoals je dikwijls hebt in van die slasherfilms. Ja. Maar wat je hier zag is een schoon voorbeeld van waar Hitchcock de meester in was, namelijk de suspense. Een suspense is eigenlijk dat de film u kennis geeft die het hoofdpersonage niet heeft. U ziet eigenlijk het gevaar, het hoofdpersonage is onwetend. Een beetje het element van de tragiek zit daarin. Hij loopt met zijn open ogen in zijn ongeluk tegemoet, terwijl u het ziet aankomen. Dat is eigenlijk de link, zou je kunnen zeggen, nog tussen tragedie en horror daar, als het om suspense draait. Het is ook abject. We vinden heel veel dingen, zoals u ziet, wel walgelijk. Als het incompleet is. Een monster dat iets mist. Sleepy Hollow van Tim Burton. The Headless Horseman van Sleepy Hollow. Het is ook abject als het gewoon geen vorm heeft. Wij willen dat dingen duidelijke vorm hebben. Vloeibaar moet vloeibaar zijn, vast moet vast zijn. Dat veronderstellen wij. Dat is voor ons een gevoel van rustig, thuis, vertrouwd zijn met de dingen. Wat als iets compleet vormloos is, zoals bijvoorbeeld The Blob. Een horrorfilm, B-genre wel, jaren 80. Zo'n soort roze gelei die mensen opvreet. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar een voorbeeld van een verfilming van een kort verhaal van Stephen King. The Raft Monster uit het kort verhaal Het Vlot.
Heel veel van die dingen vinden wij abject. En wat leert ons dat? Dat leert ons over hoe wij in onze cultuur staan. Dus heeft horror ons op dat vlak iets over onze cultuur te leren? Is het misschien toch meer dan alleen maar een speeltuin van gruwelijke fantasieën? Ik denk het eigenlijk wel. Het is eigenlijk op dat vlak interessant om in die spiegel van de abjectie te kijken, om te zien hoe wij cultureel categorieën hanteren. Kom er nog op terug. Lichaamsvochten. Nog zoiets waar we zo'n soort afkeer van hebben en die in horror een cruciale rol kunnen spelen. Bloed bijvoorbeeld en veel. De splatter horror of de gore in de horrorfilms. Dit is een scène uit Hemlock Grove, de serie. Bloed is voor ons zoiets dat sowieso ook weer met het object te maken heeft. Wij vinden dat bloed thuis hoort in een lichaam. Als het dat niet doet, wordt het object als het naar buiten komt. Of denk maar ook aan het object vinden van de menstruatie van de vrouw, bijvoorbeeld. Ja? Ik heb het niet over vrouwen die dat object vinden, maar wel over hoe dat cultureel een soort omkadering krijgt van toch maar niet over praten of toch niet te veel in your face. Ja? Dat. Slijm. Nog zoiets. Ja? Slijm is ook zoiets waarvan we zeggen van best in uw lichaam niet laten zien, niet naar buiten komen. Dus wat gaat horror doen? Horror gaat uw bloed tonen en veel. Horror gaat uw slijm tonen. Nog een voorbeeldje daarvan. The Shining. Nog zo'n gezellig topic dat ons walging inboezemt in horror en dat we dus zien als we in die duistere spiegel kijken, is onthoofding en verminking. Wat leert ons dat? Is dit ook weer gewoon gruwelijke fantasieën of kunnen we er echt wel iets relevant over onze cultuur uitleren? Ik denk weer het tweede. Want het gaat uiteindelijk over het hoofd en het gelaat. Nu, er is niets dat zozeer onze individualiteit belichaamt als ons hoofd met het bijhorende gelaat erop. Dat verliezen is het ergst denkbare ongeveer, zou je kunnen stellen, voor een westerling. Een westerling die opgroeit in een superindividualistische cultuur waar dat gelaat de echte uitdrukking van de persoonlijkheid is. Tuurlijk gaan wij daarvan gruwelen. Met die gruwel geconfronteerd worden leert ons weer iets over hoe wij in een soort ongelooflijke individuele cultus zitten van de persoonlijkheid. En dus ook van het gelaat daarbij. Wij verlangen zelfs, en dan heb ik het over verminking, wij verlangen zelfs dat ons lichaam na de dood intact blijft. Dat zegt ook weer iets over onze cultuur. Als je aan de meeste mensen zou vragen, vind je het een gruwelijk idee dat men nadat je dood bent, je armen eraf snijdt en je benen. Iedereen, ik heb de test eens gedaan met studenten, ook een rare vraag vonden ze dat, maar in ieder geval, iedereen vindt dat eigenlijk een gruwelijk idee. Wat raar is, want je bent dood. Wat kan jou het schelen? Toch willen wij ergens dat ons lichaam intact blijft na de dood. En dan kwam er natuurlijk een snuggere student, ik ga je voor zijn, want anders komt straks de vraag natuurlijk. Hè? Dan kwam er natuurlijk een snuggere student met de vraag, wat dan met crematie? Ik zeg, ja maar, mijn antwoord vond die student ook weer heel raar. Ik zeg, stel nu dat ik tegen u zeg, we gaan na uw dood alleen maar de helft van uw lichaam verbranden. Dan treedt ook weer het idee van walging in en dus het idee van dat wil ik niet. Het moet een eenheid blijven. Een eenheid in de crematie of een eenheid in de grond. Maar een eenheid. Ja. Een mooi voorbeeld is Homerus, de Ilias. Dat is een gruwelijk bloedbad, de slag om Troje. En Homerus beschrijft dat eigenlijk heel het boek vrij sec. Er is weinig afkeer te bespeuren bij Homerus. Het is alsof hij een journalistiek verslag doet van een slachtpartij die een heel tijdje aansleept. Maar dus, er is één moment in heel de Ilias waar Homerus duidelijk zijn afkeer laat blijken. En dat is wanneer Achilles besluit om het lijk van Hector
achter zijn wagenspan te binden en het rond te slepen om het te verminken. Getuigt dus weer van hoe gevoelig verminking ligt en de intactheid van het lichaam voor ons westerlingen een vrij belangrijk gegeven is. Een voorbeeld, The Green Inferno van Eli Roth. Ik heb bewust geen fragment hiervan getoond, want dan denk ik dat echt wel een aantal mensen naar het toilet zouden moeten. Het gaat over echt cannibalen en iemand die eigenlijk levend in stukken gesneden wordt. Dit is daarom niet... Allee, ik heb een ander fragment gekozen. Dit is Midnight Meat Train, een verfilming van het boek van Clive Barker. Hey, tell your wife to relax. Sweetie, I take the train every day, safer than walking. But you hear these stories. That was ages ago. Look, no graffiti, air conditioning works, you can understand the conductor. It's a new century. We're getting off the next stop, so you can do what you want, but we're getting off, okay? Right. Fine. You know what? We can go back to my place, and Lee here can cook us a nice romantic dinner for three. Did we just miss our stop? I have to talk my wife into bed. I think you're into it, actually. Randall? You were cool with it. One second, honey. You know, it's a cheap line. It's cheaper than the plate. Maybe if you didn't sleep throughout the play, you'd actually enjoy it. What? She's been checking me out during the play. Horror heeft het ook over morele kwesties. Laat ons toch een ethisch element bovenhalen. Er zit in horror een ontzettend conservatieve moraal. Ik verwijs naar de slasherfilms van eind jaren 70, jaren 80 vooral. Je ziet tegenwoordig ook weer een groei in populariteit van het genre. Je weet wel, die films met een seriemoordenaar die bij voorkeur een masker op heeft en niet kapot te krijgen lijkt. Gebruik je drugs in die film? Heb je seks in die film? Ga je drinken? Dat zijn gegarandeerd one-way tickets voor de dood. Hè? Sowieso. Hè? Je weet als je naar die film zit te kijken van die tieners die ergens wegkruipen om seks te gaan hebben, die gaan er gegarandeerd aan om te drinken of drugs te gebruiken. Heel conservatieve moraal. Er zit ook de kwestie, de morele kwestie van sadisme en de bevraging daarvan in horrorfilms. En dan heb ik het over torture horror in de stijl van Saw of Hostel bijvoorbeeld. De vraag die daar eigenlijk gesteld wordt is: wat met slachtoffer en dader? Je hebt daar situaties waarin de film u meeneemt in een soort empathie voor het slachtoffer. Och, het is erg wat hier gebeurt. Dat slachtoffer is sukkel. En wat zie je dan? Het slachtoffer weet zich te bevrijden en gaat gewoon exact hetzelfde doen als de dader, maar dan met de dader. Dus er is een verwisseling van slachtoffer en dader.
Men neemt u eerst mee in die empathie en dan laat men zien slachtoffers eigenlijk gewoon even erg klootzak. Ja? Die gewoon even erg sadistisch kan uithalen. Eigenlijk is hier de bevraging aan de hand van is sadisme niet een ietsiepitsie iets dat in ieder van ons zit? Je zou kunnen zeggen de Milgram-experimenten of de Stanford Prison-experimenten in het klein, in horror. En er is ook het voyeuristisch sadisme van de kijker dat in vraag gesteld wordt. Want uiteindelijk word je wel geconfronteerd met het feit dat jij degene bent die naar een film over martelen zit te kijken. Ja? En dat wordt heel expliciet bijvoorbeeld gedaan door Haneke in zijn film Funny Games. Daar laat hij de martelaars regelrecht in de camera kijken op een gegeven moment en u vragen stellen in de zin van are you having fun? Dat soort zaken. Confronteert u met de morele kwestie wat zij eigenlijk aan het doen zijn, niet zelf eigenlijk een even grote sadist als hier naar zit te kijken. Dat. Morele kwesties. Niet gewoon gruwelijke fantasie, maar een ethische vraagstelling. En je zou zelfs kunnen zeggen, in Saw wordt zelfs de zaak nog op de spits gedreven, want eigenlijk is Jigsaw, de seriemoordenaar, niet degene die moordt. Hij pakt allemaal mensen die iets op hun kerfstok hebben, die verschrikkelijke dingen andere mensen hebben aangedaan, en hij geeft die a choice. I want to play a game with you, zegt hij. En ze kunnen slagen of ze kunnen falen. Een voorbeeld van torture horror, vrij expliciet, Hostel van Eli Roth. Dit is precies de scène waarop de dader, de folteraar, nu in de stoel van de gefolterde zit. En dus het slachtoffer de keus heeft, wat gaat het doen? En de man zegt, zo dadelijk zal u horen, ja, niemand mag hier weg zonder dat hij gedood heeft. U zal zien wat er gebeurt. In your house, in your daughter's private school tuition. That's why your friend pay. What's the number? Money is not the only issue. We have contract here. What kind of contract? Anyone who comes to this place cannot leave without killing. I'm still gonna kill you, you fucking stupid cunt. What did you say to me? You're a stupid fucking cunt! Dan is de slaapkamer toch veiliger. Wat doet horror nog? Ik heb u al gezegd, horror confronteert ons dus met die afgrond, met een instorten van onze culturele categorieën, zoals met monster, maar ook een instorten van betekenissen die wij cultureel verlenen. En het ontmaskert dus ook onze beliefs. En vooral postmoderne horror doet dat. Daarmee bedoel ik horror na de Tweede Wereldoorlog. Vooral de horror van de jaren 60, 70, 80 tot nu. Wat bedoel ik met onze beliefs? Dus onze overtuigingen, onze gewoonten waarmee wij het alledaagse beleven. De afgrond wordt door horror geopend in de alledaagsheid. Een beetje het verkeerde been waarop ik u gezet heb bij het begin van deze lezing. Kent u wel uw buurman? Is het thuis wel veilig? Heel veel horrorfilms maken van het huis een onveilige plaats. Laat u zien dat u in de illusie zit dat het thuis altijd veilig is. Dat u die gewoonte koestert. Pas op, u hebt die ook nodig, anders wordt u gek. Maar het stelt de vraag, het opent even die afgrond. De buurman, is dat een keurige burger of weet u niet wat hij 's avonds in zijn kelder uitspookt? Is het kind altijd onschuldig? Dat is waar wij het kind mee associëren, met levendig, dynamiek, onschuldig. Maar zijn ze dat altijd wel? Ook heel veel horrorfilms die van het kind het monster maken. Enzovoort, enzovoort. Er zijn natuurlijk massa's van uw alledaagse overtuigingen, van alledaagse associaties die u legt in de veilige tuin die u beschaving noemt, waar horror even de afgrond in wil openen om u te laten zien dat het uiteindelijk constructies in uw hoofd zijn. Een ander aspect van horror, en dat is heel hard gelinkt aan die opening van die afgrond in die alledaagsheid, is natuurlijk het shock-effect.
Laten we het ons even hebben over de fenomenologie van de shock. Wat doet shock en hoe verschijnt de shock in onze ervaring daarvan? Want het is uiteindelijk wel vrij belangrijk. Horror is in eerste instantie natuurlijk die ervaring. Het concept horror verwijst eigenlijk etymologisch naar verstijven. Dat gaat terug op een Latijns woord, bijvoorbeeld horreo, en dat heeft te maken met bevriezen, verstijven. Waar terror veel meer gelinkt is aan het Latijnse tremere, wat beven en bewegen betekent. Dus terror wijst eerder op paniekreflex. Horror is, u kent dat wel, dat moment dat u bevriest en het gevoel hebt dat u even niet meer kan reageren. Dat is eigenlijk waar horror etymologisch op teruggaat. Dat is het shock-effect eigenlijk. Ik zou die shock dan ook fenomenologisch willen omschrijven als een soort halte. In uw alledaagsheid wordt een soort afgrond geslagen. Dat afgrond opent op een niets, maar dat is eigenlijk een instorting. Een schipbreuk, zou je kunnen zeggen, waar alles even halt houdt. Waarom het woord halte? Omdat een halte natuurlijk tijdelijk is. Niemand blijft, denk aan een halte van een bus, niemand blijft eeuwig in een halte. Dat zou raar zijn. Ja? Dus het is een opschorten van tijd en plaats. Even wordt alle tijdervaring, alle tijdbeleving, alle plaatsbeleving opgeschort. Er is alleen maar een hier en een nu. Niet een daarvoor, daarna, niet een andere structurering van tijd en ruimte vanuit een soort reflectie. De reflectie stort dus ook op dat moment even in. En dat gaat gepaard met precies die verwonding van die alledaagsheid. En hier doemt een andere esthetische categorie op, of een esthetisch idee beter gezegd, en dat is het sublieme. Want hier raakt, denk ik, horror aan het sublieme. Het sublieme is ook een hier en nu. Lyotard omschrijft het als een dat zonder dat je weet wat. Ja? Het gaat hem over een soort schipbreuk van uw kennis, van uw verbeelding. Ja? Een instorting van die vermogens waarbij je voelt dat uw denken u verder wil duwen dan wat uw kennis en uw verbeelding aankunnen. In die zin is het de sublieme ervaring ook een halte. De onvoorstelbaarheid van. Hè? Daarmee geconfronteerd worden. En dat kan inderdaad ook gruwel zijn. Het is geen toeval dat bijvoorbeeld Edmund Burke in zijn teksten over het sublieme voortdurend wijst op gruwel, duisternis, dat soort terminologie. En het wordt ook heel duidelijk gelinkt door die traditie van Edmund Burke, minder door Kant, omdat Kant dat sublieme gebruikt eigenlijk om terug bij het morele bewustzijn uit te komen, veel meer dan Burke. Maar het wordt gelinkt door die traditie aan het element van dood. Ja? De dood is natuurlijk iets dat wij alleen maar kunnen denken, dat wij niet kunnen vatten, dat wij niet kunnen kennen, waarbij onze verbeelding wel een eind geraakt, maar toch altijd net tekort schiet. Pijn is ook iets wat gepaard gaat met het sublieme. Kant omschrijft het sublieme als negatieve lust. Het gaat gepaard met het ervaren van een soort pijn die gelinkt is aan iets te snel, die gelinkt is aan kwetsbaarheid natuurlijk. De nietigheid die wij ervaren in die sublieme ervaring. En dan kom ik uit bij wat is nu de link tussen horror en dat doodbesef van die sociale psychologie? Als we nu diep genoeg in die duistere spiegel van horror gekeken hebben, we hebben er monsters tegengekomen, bloed, slijm, onthoofding, verminking, van alles, de shock die horror ook toont. Wat is nu de link met die ambiguïteit en die ambiguïteit ten opzichte van dat doodsbesef? Want dat is mijn punt. Het heeft een ambiguë rol ten opzichte van dat doodsbesef als een soort farmacon. U weet, het woord farmacon betekent gif en geneesmiddel tegelijk. En in mijn ogen is horror ten opzichte van ons doodsbesef ook precies dat. Ons doodsbesef is in feite een wonde. Als we er terug mee geconfronteerd worden, achter, ook al hebben we dat culturele scherm willen gebruiken, dan slaat dat toch altijd opnieuw die wonde. Dan gaat de korst van de wonde, zou je kunnen zeggen. En doodsbesef heeft fundamenteel te maken met onze ervaring van onze kwetsbaarheid. Het heeft te maken met het feit dat we op een existentieel niveau weten dat we een lichaam zijn.
Dat heeft met die animaliteit te maken. Wij weten dat wij een lichaam zijn dat zweet, dat ouder wordt, dat niet altijd even energiek presteert, dat ook een kater kan hebben na een avond op café zitten. Dat is het aspect van ons lichaam zijn. En dat opent dat besef van die kwetsbaarheid en de wonde van dat doodsbesef komt dan terug naar boven. Langs de andere kant verlangen we natuurlijk, en dat is dat zelfbewustzijn meer, verlangen we naar onze onsterfelijkheid. Wij willen eigenlijk die wonden van dat doodsbesef dichten. De korst er terug over laten groeien. Wat de rol is precies van dat culturele scherm waar Becker en de andere sociaalpsychologen het over hebben. En dat zien we bij een vampier bijvoorbeeld. Want een vampier is onsterfelijk. Een vampier is onsterfelijk. Het verlangen naar een onsterfelijke positie. Voor eeuwig leven en dood tegelijk. Niet kwetsbaar. Ja, tenminste, als er geen puntige stok in de buurt is. Maar niet kwetsbaar op het algemeen. Voor eeuwen gaat hij mee. De zombie van hetzelfde. Een soort niet kapot te krijgen fenomeen. De zombie blijft, als je hem gerust laat, voor eeuwig rondlopen. De slasherkiller. Onstopbaar. Onsterfelijk, die blijft maar in sequels komen. Ja, niet te doen. Als een soort perversie van de christelijke verrijzenis, zou je kunnen zeggen. Ja? En, belangrijk, serial killers hebben ook meestal, zo goed als altijd, maskers. En wat is een masker? Een masker is eigenlijk een blik zonder gezicht. Een blik van iedereen en niemand tegelijk. En er is zo'n blik in onze cultuur, die een blik is van iedereen en niemand tegelijk, die een blik is zonder gezicht, en dat is de godspositie. En in die zin is het heel interessant om te zien dat wij horrorfilms maken waarin een soort serial killer als een soort perversie van de verrijzenis, als een soort blik zonder gezicht, steeds terugkeert en terugkeert en terugkeert. Dat vertelt ons heel veel over onze verlangens naar onsterfelijkheid. Over het verlangen om, en dat heeft ook met onze existentie te maken, een lichaam te hebben en graag zonder het te zijn. De voyeurspositie is dat. Ik heb een lichaam en ik kan even doen alsof ik er geen ben. Ja? Ik kan even mijn lichaam, om het met de epochei van de fenomenologie te zeggen, tussen haakjes zetten. Ik heb het alleen. Ik koester mij in een blik zonder gezicht, in een godspositie. Ja? Dat. En beide zijn aanwezig in horror. Horror confronteert u met het feit dat u een lichaam bent. Confronteert u met die kwetsbaarheid. Maar tegelijkertijd zit horror vol motieven die dat verlangen naar onsterfelijkheid tonen. Die dat verlangen naar die godspositie tonen. Dat is de ambiguïteit van de danse macabre die horror eigenlijk op de rand van de afgrond voert. En die wij gebruiken om een beetje als een soort mysterium tremendum met fascinans, waarvoor we terugdeinzen en tegelijk gefascineerd zijn, in die scheur van horror te kijken die in dat culturele scherm een beetje zit. We hebben nog het oppervlak, maar we hebben ook de glimp van de rest. Dat is onze existentiële situatie. En dat is eigenlijk ook, en nu ga ik even een beetje naar Heidegger gaan, dat is eigenlijk ook de afgrond die zich opent en die afgrond is eigenlijk de ontologische differentie waar Heidegger het over heeft. Want het is eigenlijk de kloof tussen het zijn, de continuïteit van worden en vergaan, waar wij als dierlijke wezens in opgenomen zijn, en het zijnde. En dan komen we natuurlijk op het terrein van ons zelfbewustzijn, waarbij we het gevoel hebben dat we een soort discontinu wezen willen zijn en liefst voor eeuwig die discontinuïteit willen gegarandeerd zien. Tegelijkertijd is het ook fascinerend om opgenomen te worden in die eeuwige stroom van worden en vergaan. En dus die kloof, de kloof van de ontologische differentie, die toont horror volgens mij. En dat is de afgrondervaring. Dus, horror is een duistere spiegel. Waarom? Horror is eigenlijk transcendentaal. Als u iets weet over transcendentaal, transcendentaal is de term van Kant. Kant stelt eigenlijk de vraag naar wat zijn de mogelijkheidsvoorwaarden van onze kennis. En dat noemt hij transcendentaal onderzoek. Ja? In welke zin? En hij wil dus eigenlijk de a priori's blootleggen die we moeten veronderstellen om tot kennis te kunnen komen. In welke zin is horror dan transcendentaal? Wel, het legt onze culturele a priori's bloot
onze culturele categorieën. Denk aan, aan alles wat ik u gezegd heb over het abjecte en culturele categorieën. Het confronteert ons met onze culturele a priori's als culturele categorieën en laat ons zien dat wij heel graag die zuiver willen houden. Ja? De zuiverheid als een soort westerse obsessie. Horror is ook subliem. Waarom is het subliem? Omdat het een dat is en een onvatbaar wat dat ons getoond wordt. Het monster bijvoorbeeld. We weten dat er iets is, maar we kunnen eigenlijk niet vatten wat het is. En in die zin ontsnapt het aan onze structuren van kennis en verbeelding. We kunnen er wel vorm aan geven, maar dat doen we met een schilderij van een zee voor het sublime, om de sublieme ervaring te triggeren ook. Dus uiteindelijk gebruiken we, is het monster een metafoor, zou je kunnen zeggen, om de sublieme ervaring te zoeken of te confronteren. Het heeft alles ook te maken met een instorting van kennis, met de grenzen van onze verbeelding die we proberen op te zoeken en het denken dat ons zelfs verder wilt pushen daarin. En toch Kant een beetje gelijk geven nog. Het sublieme, zegt Kant, confronteert ons met onze morele vrijheid. Want in het zicht van zo'n overdonderende macht of overdonderende uitgestrektheid kunnen we van één ding zeker zijn, en dat is dat we moreel vrije wezens zijn. En daarin, zegt Kant, zijn we groot. Wel, wij kunnen kijken naar de gruwel van het worden en het vergaan, zoals dat in horror getoond wordt. Wij kunnen kijken naar de gruwel van een monster, de dreiging van een monster. En toch blijft onze morele vrijheid intact. Ze confronteert ons met het feit dat we toch morele wezens zijn die vrij keuzes kunnen maken. Op dat vlak zitten we ook bij dat sublime. Horror gaat over transgressie. Het zoekt de grens van de menselijkheid op. Hoe? Langs negatieve weg. Bataille stelt dat transgressie op het volgende neerkomt. Het verbod is er om gebroken te worden. Want de overschrijding van het verbod bevestigt het verbod. Dat is natuurlijk de Hegeliaanse dialectiek die erin zit. Als we op een autostrade 150 gaan rijden, dan kunnen we het verbod van de 120 of het gebod van de 120 maar overschrijden, omdat het er is. En onze 150 verwijst naar de maximum van 120. Ja? Dus wat zou ik stellen? Als horror de grenzen van de menselijkheid overschrijdt, brengt het die tegelijk beter in kaart. En confronteert het ons met wat het betekent om mens te zijn. Maar het doet dat langs de negatieve lust van het sublieme, langs de negatieve weg. Zo krijgen we ook zicht op onze beliefs via de scheur in die alledaagsheid. Bevestigt ook de nood aan die alledaagsheid. Door dit te zien, beseffen wij dat wij nood hebben aan een veilig huis. Dat wij nood hebben aan een voorspelbare buurman. Dat wij nood hebben aan het idee dat als we de deur 's morgens uitgaan, dat we 's avonds oké terugkomen. Anders is het leven onleefbaar. Door die beliefs te scheuren, toont het ze. Ja? En leert het ons daarmee omgaan of ze in ieder geval te erkennen als beliefs. Wat heeft dat dus allemaal met die grafgrond van Ernest Becker en Sheldon Solomon te maken? Horror opent eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de grafgrond van ons doodsbesef. In die zin zou je kunnen zeggen, scheurt het culturele scherm niet door horror? Ja, dat doet het. Dat doodsbesef komt terug boven. De afgrond opent zich. En wat zie je? Een vlucht in conservatieve moraal, die we weerspiegeld zien in heel veel horrorfilms, die conservatieve moraal. Een vlucht naar de onsterfelijkheid. We proberen dus, met andere woorden, in die scheur die horror is, de scheur zelf al terug dicht te doen. Het horrorgenre opent ze en doet ze tegelijkertijd ook al, probeert dat toch, ze terug dicht te doen. Tegelijkertijd is horror niet alleen die afgrond, het openen van een scheur in dat cultureel scherm, maar het is mijn idee, en u ziet dat ik het woord grafgrond bewust nogal raar schrijf, want in het doodsbesef zit de afgrond vervat en in die afgrondervaring die horror is, zit in mijn ogen ook een grond vervat. Een grond bedoel ik mee een soort kans om ons mens zijn anders te gaan beleven, een perspectiefwisseling te doen. Een ander perspectief te openen, om in dat perspectivisme van een Nietzsche te stappen. Want, waarom? Het creëert een sensus communis. We krijgen eigenlijk een soort
culturele gemeenschap, esthetische gemeenschap en morele gemeenschap. Door samen naar de afgrond te staren, ervaren we wat ons bindt. Door samen bang te zijn, ervaren we wat ons bindt. Door samen die esthetische zaak te ervaren, ervaren we wat onze gedeelde culturele a priori's of categorieën zijn. En vinden we ons moreel ook in wat het betekent om mens te zijn. En stellen we vast dat als films werken, want anders zouden cinemazalen leeg zijn of maar een paar mensen zitten, dat daar rond gemeenschap ontstaat. En dit is precies de sensus communis waar Kant het in zijn esthetiek bijvoorbeeld ook over heeft. De mens, dus een soort universele kwetsbaarheid kunnen wij ontdekken in die horror. Dat als een soort halte en perspectiefwisseling een andere grond zou kunnen zijn. Een andere grond voor een samenleving die niet doorslaat in veiligheid, die niet doorslaat in controle. Een samenleving die beseft dat bang zijn oké is en ook menselijk is. En misschien ontwikkelen we dan wel een soort alternatief zelfbeeld waar wij meer in staat zijn om dingen te relativeren, meer in staat zijn om pijn en kwetsbaarheid in een samenleving te aanvaarden en ze niet alleen te proberen ontlopen. En ik wil helemaal afsluiten met dit. In de ogen van Medusa, waarschijnlijk wordt dat ook de titel van mijn proefschrift. Ik geef u eventjes, ik ga het niet helemaal voorlezen, dit is een citaat uit de Metamorfose van Ovidius. En dit is de cruciale passage die over het monster van Medusa gaat. Ik ga u direct duidelijk maken waarom volgens mij Medusa alles ongeveer wat ik nu gezegd heb synthetiseert. De Grieken waren geniale kerels. Dat is natuurlijk het schilderij van Caravaggio. Wat heeft dit nu allemaal met Medusa te maken? Medusa symboliseert eigenlijk... Ik heb als kind eigenlijk die mythe van Medusa fascinerend gevonden. Het heeft alleen jaren gekost vooraleer dat ik een beetje meer begreep waarom ik die zo fascinerend vond. Medusa staat eigenlijk in de Griekse mythologie symbool voor ons onvermogen om de dood rechtstreeks te ervaren. Het menselijk onvermogen om de dood rechtstreeks te ervaren. Die rechtstreeks ervaren is doodgaan. De enige, dus Bachelard zegt la mort est une image et il reste toujours une image. Ja, het beeld, de dood is een beeld en zal altijd een beeld blijven. De enigste ervaring van de dood die we hebben, is een beeldervaring. Is de ervaring van een grafsteen, is de ervaring van een kadaver. Want de ervaring van de dood rechtstreeks hebben, is doodgaan. Ja? En dan is er niet echt veel mededeelbaar niet meer aan een ervaring. Dan stopt het. Ja? Dus we kunnen enkel de dood onrechtstreeks ervaren. Zoals Perseus Medusa alleen maar onrechtstreeks via dat schild kan bekijken. En wat zou er gebeuren als we de dood rechtstreeks ervaren? Als je Medusa rechtstreeks zou aankijken, verstijf je, versteen je. Dat is het doodgaan natuurlijk. In dat verhaal symboliseert dat het doodgaan. Rechtstreeks Medusa aankijken is verstijven, verstenen. De shock, de halte, maar dan permanent. Hè? Waarom is dat een perfect beeld van horror? Hoe zit dat nu met het beeld van horror? Als Medusa dat onvermogen is om onze dood rechtstreeks te ervaren, dan is, zou je kunnen zeggen, het schild van Perseus het culturele scherm dat wij over dat doodsbesef leggen. Het culturele scherm dat wij gebruiken om erin te kijken en onrechtstreeks een glimp van dat mysterie op te vangen. Dat schild is een halte. Het gaat ook in het verhaal over de bedwelming, ja, die ontstaat door in de weerspiegeling te kijken. De weerspiegeling van Medusa werkt blijkbaar al bedwelmend. Ja. Dat is die halte. Een bedwelming is een tijdelijke instorting van tijd en plaats, niet een permanente. Het is een crisis dat scheelt met zijn weerkaatsing van de gruwel, maar ook een houvast voor Perseus. Zoals het beeld van horror voor ons de afgrond opent, maar tegelijkertijd probeert terug ook de korst te maken. Ja. En het ontbergt die ontologische differentie. Het, om de term van Heidegger te gebruiken, ontbergen als een soort blootleggen van de kloof die wij in het bestaan tussen zijn en zijnde ervaren. En eigenlijk is het schild van Perseus, het beeld van horror, die scheur. Die scheur die toont de afgrond en die schermt de afgrond tegelijk af. Want een scheur is een heel schone metafoor daarvoor. Want de scheur
heeft het oppervlak nodig om een scheur te zijn. En de scheur verwijst naar het oppervlak. Anders kan het geen scheur zijn. Ja? Maar als we alleen een oppervlak zouden hebben, dan zouden we toch iets missen van de dans op de rand van de scheur. Dank u wel. Nou, allereerst dank je wel voor heel veel denkvoer en heel veel bloed en slijm. Ook daarvoor bedankt. Mijn openingsvraag was eigenlijk, gedurende de lezing kwam dat steeds maar in me op, van wat hebben we hier nu aan om dit allemaal te weten? Wat levert ons dit nu op? Behalve een andere kijk op horror, levert dit ook iets op voor ons leven? Maar daar ben je eigenlijk mee afgesloten. En het is nogal wat het ons zou moeten opleveren. We moeten onze angsten gaan ervaren, een sensus communis gaan ervaren. We krijgen zicht op onze beliefs, op het sublieme, op onze culturele categorieën. En dan denk ik, is dat niet een heel erg positief mensbeeld dat je hebt? Is dat inderdaad wat wij doen als we naar horror kijken? Ben ik niet gewoon bezig met me lekker vermaken, lekker wat adrenaline door mijn lijf te laten gieren? Ben ik bezig met al die dingen? Er is niks mis met u te vermaken, nee, en die adrenaline op te zoeken op dat moment. Maar mijn punt was natuurlijk om aan te tonen dat horror meer kan zijn dan alleen dat entertainment. Maar dat neemt niet weg dat het nog altijd dat entertainment kan zijn, natuurlijk. Maar is dat wat je hoopt of is dat ook echt wat je denkt dat het doet met mensen? Ik denk dat mensen iets laagdrempelig nodig hebben in hun cultuur als een soort lage insteek om tot een grotere culturele aanvaarding terug te komen van pijn en kwetsbaarheid. Mm-hmm. En als horror die rol kan spelen door mensen daar meer bewust van te maken, dan denk ik dat dat een makkelijkere toegangspoort is dan een heel hoogdravend discours. Ik heb denk ik ook vanavond geprobeerd van het toegankelijk te houden en het te laten vertrekken. Daarmee dat ik heel bewust ook afgesloten ben met de meer complexe filosofische boodschap. Omdat je moet eerst mensen vertrouwd maken met wat ze kennen. En, mm-hmm. en die insteek nemen. Dat is een makkelijke deur om binnen te geraken. En dan pas is het relevant, als je ze mee hebt, denk ik, om te tonen, er kan meer mee gedaan worden. Het is natuurlijk zaak om het ook te doen. Wat niet wegneemt dat ik iedereen het plezier gun om gewoon voor entertainment naar een film te gaan kijken van horror. Maar het lijkt mij dat hier een aangrijpingspunt zit voor een betoog dat gaat over we moeten naar een ander soort maatschappij, een ander soort samenleving die minder in die absolute drang naar veiligheid en controle zit. Dat noem ik eigenlijk een beetje dat verlangen naar die onsterfelijkheidspositie, naar die godspositie. En ik doe dat via dit verhaal. Maar er is bijvoorbeeld een Dirk de Wachter die dat in zijn boek Borderline Times in Vlaanderen doet via een ander insteek, via een ander verhaal. Maar in feite zie ik wel meer mensen verschijnen op het toneel vanuit psychologie, maar ook vanuit filosofie, die uiteindelijk stellen van we moeten misschien even tussen herbronnen en sommige dingen die we als taboe onder de mat geveegd hebben. Want er is ook het schitterende boek van Amanda Kluveld, een Nederlands historica, over pijn, die zelf constant pijn leidt en vandaar ook een geschiedenis van de pijn geschreven heeft. En wat zij bijvoorbeeld stelt, is, zij wijst erop hoe fel kwetsbaarheid en pijn in een soort taboesfeer zitten, verdrongen zijn naar instituties die dan wel aan die pijnbestrijding zullen doen. Maar maatschappelijk is daar heel weinig begrip en plaats voor. En waarom is dan precies dit verhaal? Dus want je zegt er zijn verschillende verhalen, maar voor jou heeft dit verhaal van de horror neemt een speciale plek in. Ja. En zoals je zelf al zei, die horror die drijft op een deel op dat abnormale, dat ongrijpbare. Terwijl je zou kunnen zeggen, we hebben zat voorbeelden om ons heen die eigenlijk veel gruwelijker en enger en voorstelbaarder zijn. Waarom zouden we niet dat verhaal kiezen? Of waarom is horror voor jou een makkelijker verhaal om die ingang te vinden? Horror is in die zin een makkelijker verhaal, omdat wil je met iets aan de slag kunnen, moet er nog een soort reflexieve afstand zijn. En je komt niet tot die reflexieve afstand wanneer zoiets jezelf overkomt. Dus als we willen werken aan een samenleving, als we willen werken aan een cultuur,
dan heb je iets nodig waar mensen een soort reflexieve afstand tegenover kunnen nemen om zo eigenlijk met elkaar in dialoog te gaan. Dat gaat niet wanneer het echt binnenkomt, wanneer het echt in je huiskamer zit of wanneer het zo gebeurt. Dus in die zin denk ik dat het is de esthetische insteek een waardevolle insteek is om van daaruit naar het morele te gaan, om van daaruit naar andere terreinen te gaan. Je kan niet vragen om een soort werkend gesprek te hebben met mensen die net slachtoffer zijn geworden van terreur. Ja, oké, maar dan heb je het over de directe slachtoffers. Maar als we het voorbeeld van... Nou, we hebben zat voorbeelden, maar we nemen even het voorbeeld van Manchester, waar de avond daarna mensen met kaarsjes de straat op gaan, zeggen we zijn niet bang, wij leven nog, kom op. Ja. Is dat niet een veel grotere sensus communis, zoals jij het noemt, dan je hebt? Precies die sensus communis die ik bedoel. Want die mensen komen samen omwille van die beelden. Dus in die zin hebben we beelden van gruwel waar een sensus communis rond ontstaat. Dus het gebeurt eigenlijk. Ja, het gebeurt eigenlijk. En wat ik aan het stellen ben, is... We hoeven echt niet momenten van terreur zo af te wachten. We zouden mensen daar meer bewust van kunnen maken. We zouden ze op moeten zoeken, maar dan in maar op artistieke een zin. Ja, en dan komen we weer terug op het punt van het sublieme natuurlijk. Want dat staat in alle traktaten over het sublieme te lezen. Het sublieme is alleen maar mogelijk vanuit een veilige positie. Edmund Burke stelt dat, Immanuel Kant stelt dat, overal. Dus het is aangewezen om vanuit die veilige positie dit soort debat of dialoog, dialoog is misschien een betere term, op te zoeken. Het gebeurt, ik stel vast, het gebeurt ook op momenten dat er beelden van gruwel zijn op het nieuws te zien. Alleen moeten we echt, alleen maar wanneer het water zo aan onze lippen staat, dit doen of moeten we het structureler doen? Maar is dan jouw probleem of jouw frustratie, ik weet niet precies hoe diep het gaat, met zo'n genre als horror, dat we het eigenlijk juist wegstrepen als platformaak en niet serieus nemen? Ja, want dat op zich is eigenlijk ook weer al de deur van het toedekken dat begint. De wonden van het besef van de kwetsbaarheid die we willen laten dichtgroeien. Op zich is dat daar al aan de gang. En wat ik aan het stellen ben, is van plaats zo'n dingen meer centraal. Maar niet op een manier... Ik ben niet een oproep aan het doen om te zeggen laat iedereen maar eens pijn lijden. Mm-hmm. Wat ik vaststel is, als mensen mij bijvoorbeeld daarover opbellen, de eerste vraag die een interviewer mij stelt is... Wat bezielt... Daar komt het eigenlijk dan op neer. Wat bezielt jou om daarmee bezig te zijn? Wat komt daarin boven? Het taboe dat erop rust. En het idee van... Nou, dat willen we toch liever gewoon onder de mat schuiven. Dat is precies het punt. Maar dat is het genre of het idee van het kwade? Of het idee Ik denk van... dat de motor of de wortel die achter dat weg onder de mat schuiven... Mm-hmm. Dat is het, dat doodsbesef is. En het feit dat we die kwetsbaarheid niet willen denken. Terwijl... Ik wil gewoon erop wijzen, het is een vloek en een zegen. En wij zijn geneigd om in onze maatschappij dat doodsbesef alleen als een vloek te zien. Laat ons even aandacht hebben voor de intensiteit van leven die dat besef met zich mee kan brengen en hoe wij elkaar rond die kwetsbaarheid kunnen vinden. En laat dat dan die zegening ook zijn. Maar daar wordt veel te veel... weinig of geen aandacht aan besteed. Ja. Ja, dan blijft bij mij toch een beetje de vraag hoe we die intensiteit van het leven en ook dat doodsbesef, waarom dat dan specifiek via horror moet. Want ik, laat ik het zo zeggen, niet moet, dat is misschien niet het juiste woord. Omdat op een bepaalde manier, je zei het ook, is er een vrij conservatieve, platte moraal. Hij is niet heel... Dus hij is zwart-wit, er zit weinig grijs tussen. Ja. En ook de dood is op een bepaalde manier, wordt het, ja, je hoort het ook in de zaal als er fragmentjes spelen, het wordt heel absurd gebracht vaak. Het is, ik kan me heel veel stervenscènes in andere filmen voorstellen die ons meer doodsbesef brengen dan een scène van een vrouw die vanuit haar eigen hoofd op een afstand haar lichaam ziet liggen.
ja, op een bepaalde manier is dat ook heel lachwekkend. Ja, maar het is weer waarvoor je het wilt gebruiken natuurlijk. Hè? Want ik zeg het juist, ik zou zo'n scène van dat verlies van dat hoofd eigenlijk gebruiken als insteek om een gesprek over individualiteit te starten. En wat betekent dat gelaat voor ons? En hoe gaan wij daarmee om? Mm-hmm. En voor je het weet zit je dan in heel de discussies over de botox en toestanden en over hoe dat gelaat eeuwig jong moet zijn. En dan zitten we weer in het willen wegstoppen van die vergankelijkheid en van die kwetsbaarheid. Het punt is, er zijn veel elementen in horror. Je zei het er straks al, er zijn heel veel componenten. En je kan die componenten telkens gebruiken om een aspect van hoe wij in onze cultuur staan in vraag te gaan stellen en rond te vertrekken. En hoeft dat via horror? Nee, dat kan ook bijvoorbeeld via kunst. Via niet-populaire beeldcultuur, via kunst. Er zijn andere mogelijke wegen. Je dan ook zeggen dat moet dan via chockerende kunst? Bij voorkeur? Ik denk wel dat je mensen uit hun comfortzone moet halen. Dat werkt. Ik geloof nogal heel sterk in dat transgressie-idee. Niemand wordt wijzer van heel zijn leven in zijn huiskamer, huisje, tuintje, boompje te spelen. Ik bedoel toch niet op vlak van wat het betekent om mens te zijn. Ik ben op dat vlak nogal heel sterk de mening van Georges Bataille toegedaan. Namelijk, die transgressie is nodig om die grens scherper te zien. En ook om na te denken over die grenzen. Het is op dat vlak trouwens heel interessant dat Bataille niet pleit voor een ongecontroleerde grensoverschrijding, want hij schrijft zelf, die zou vernietigend zijn. Bataille spreekt over gecontroleerde transgressie. Een grensoverschrijding, maar met de kans om terug te keren. Met een houvast. En hier zit, denk ik, ook weer een link met het sublieme. Het sublieme veronderstelt ook een contact met wat grensoverschrijdend is, maar vanuit een veilige positie. En nog heel even over dat sublieme. Ik geef u zo ook het woord om, als u dat wil. Dat sublieme, waarom is dat voor jou zo belangrijk? Raken we daar een kern of een werkelijkheid of een waarheid van het leven? Of gaat dat om de sublimiteit van die ervaring zelf? Waarom is precies dat sublieme zo belangrijk? Kijk, het is heel duidelijk eigenlijk dat ik een beetje die insteek nemen van het postmodernisme. Het is heel duidelijk dat in onze vrij postmoderne samenleving we zitten met een soort crisis van zingeving. Waar allerlei mensen allerlei verschillende antwoorden op zoeken. Je zou kunnen stellen dat het begonnen is met de dood van God. Van Nietzsche en zo doorgecijpeld is uiteindelijk in de 20e en 21e eeuw. Maar wat mij dus boeit daaraan is hoe komen eigenlijk de thematieken van doodsbesef, van de thematiek van zingeving, en dan kom je al heel snel op het terrein van de religie, en het beeld, hoe komt dat samen? Beeld, doodsbesef, religie. En het is eigenlijk op die manier dat ik bij horror terecht ben gekomen, maar ook bij kunst. En het sublieme interesseert mij daarom precies, omdat dat precies een soort esthetische ervaring was die in de romantiek, in de 19e eeuw, een soort vervangmiddel moest zijn voor een christendom dat steeds meer onder vuur lag. Men dacht, oké, de kerk heeft een probleem. Het christelijke kader heeft een probleem. De kunst kan redding bieden en we kunnen de sublieme ervaring als een soort vervanging daar vinden. En dan krijg je romantische kunstenaars dat gaan opzoeken. Dus in die zin beschouw ik het sublieme als een verkenning van de zingevingsvraag die eigenlijk voortvloeit uit die crisis van het christendom. En je ziet ook die verkenning van dat sublieme in de 19e eeuw sterker en sterker en sterker worden. En je zou zelfs kunnen zeggen dat in de hedendaagse kunst de schoonheid gesneuveld is, maar het sublieme er nog is. Dat heeft te maken ook met het feit dat de avant-garde van het begin van de 20e eeuw dat sublieme wel nog gehanteerd heeft. Maar dat is een heel andere soort lezing nog. Maar dus het hele punt lijkt mij te zijn dat het interessant is om dat sublieme te gaan bevragen. Om te kijken welke sacraliteit daarin speelt. En dan zijn we bij een heel belangrijk woord in mijn onderzoek. De sacraliteitvraag is prangend in een tijd waar zingeving eigenlijk een soort woestijn geworden is. Met allemaal winkeltjes waar je kan gaan shoppen voor je zingeving. Ik weet niet waarom ik bij het beeld van die woestijn met die winkels kom. In ieder geval,
Dus wat mij interesseert is welk soort sacraliteit leeft vandaag. En dan kom ik weer bij mijn trio beeld en doodsbesef. Dus als je die drie bekijkt, welk soort sacraliteit zijpelt dan door? Is dat dan een christelijke sacraliteit? Denk het niet. Maar zijn we dan aan het terugkeren naar een pre-christelijke sacraliteit? En komen we dus terug bij de saker van de Grieken en de Romeinen, waarbij dat sacrale iets apart gezet was, maar waar tegelijk iets schandelijks en schaamtevols aankleefde? Denk maar aan de hoererij van de Griekse goden, bijvoorbeeld. En het feit dat het ook wel behoorlijke sadisten konden zijn. Of gaan we naar een post-christelijke sacraliteit? En ik gebruik het sublime eigenlijk als insteek, omdat ik daar sowieso ook met dat besef van kwetsbaarheid zit, mm-hmm. wat dat doodbesef is in het sublime. Omdat ik daar sowieso ook het beeld heb. Sublime heeft allicht met een esthetiek te maken, dus met een beeldervaring in dit geval, of met muziek, maar ik pak de insteek van het beeld. En ik zit met het thema van sacraliteit daar. En dat is eigenlijk een antwoord, hoop ik, op uw vraag waarom ik in het sublime terechtkom. Ja. Thank you.